Een van de belangrijkste aspecten wanneer jij een project gaat ontwerpen is natuurlijk kleur. Hallo en welkom bij een nieuw filmpje voor Krulleke. Ik ben Leonie en sinds 2018 ben ik een onafhankelijke stampin'up demonstratrice. In mijn knutselwerkzaamheden houd ik mij vooral bezig met memory keeping en scrapbooking. Want ik vind het heel belangrijk om de foto's die we zo gewend zijn om snel eventjes te knippen met onze telefoon te verwerken tot een volledige herinnering. Versierd met mooie papiertjes en prachtige embellishments. En natuurlijk een stukje journaling erbij om het verhaal compleet te maken. In het filmpje van vandaag ga ik werken met een speciale kleurencombinatie. Nou zijn er natuurlijk allerlei manieren om kleurencombinaties te vinden. Je kan gebruik maken van bijvoorbeeld een kleurenwijzer zoals deze met wat uitleg erbij. Maar vandaag ga ik gebruik maken van de meest eenvoudige soort kleurencombinatie. Namelijk een monochrome kleurencombinatie. Dat wil zeggen dat ik werk met één tint van een bepaalde kleur. Of nou ja, met één bepaalde kleur in verschillende tinten in ieder geval. En de reden waarom ik daarvoor gekozen heb is omdat dat ook het thema is voor de Global Tutorial Theme Team Bundle. Dat is een internationale samenwerking die ik aanga met een aantal verschillende demonstratrices van over de hele wereld. We maken dan eenvoudige kaarten in een bepaald thema. Die worden gebundeld met instructies hoe je ze kan maken. En deze kunnen we dan weer cadeau geven aan onze klanten. Vandaag ga ik een scrapbook layout maken. En dan ook weer in die monochrome kleuren samenstelling. Deze maand is het thema van de Global Tutorial Theme Team Bundle monochroom. Dat betekent dat we dus een bundel gemaakt hebben met allemaal hele eenvoudige kaarten in één kleur. Dus allemaal blauw of allemaal rood of allemaal nou ja, net wat je wil. En nou leek het me leuk om te proberen om vandaag een scrapbook layout te maken die monotoom is qua uiterlijk. En daar heb ik zitten zoeken van welke foto heb ik, wat zou ik ervoor kunnen gaan gebruiken. En toen dacht ik redelijk snel, oh ja, ik heb nog deze leuke foto van Wouter toen hij geslaagd was voor zijn gele band. Dus ik kan een hele gele layout gaan maken. Leek me hartstikke leuk. Het hoeft ook maar een kleintje te zijn, want hij moet in mijn 6x8 pocket page album. Dus het hoeft niet een heel groot ding te zijn. En nou leek het mij leuk om iets te gaan doen wat misschien niet zo heel snel aan wordt gedacht als het gaat om jongens. Maar ik wil de Layers of Beauty gaan gebruiken. Dus deze stempel met deze bloemen. Die wilde ik graag gaan gebruiken om achter mijn foto op mijn pagina wat bloemenclusters te gaan maken. Dus ik heb die hele grote stempel in mijn Misty gedaan. Dat is een stempelhulpmiddel waardoor ik makkelijk twee of meerdere keer dezelfde afdruk kan maken. Ik heb hier een stuk basic white papier. Althans, dit is een A4'tje die ik gewoon door midden heb gemaakt. Zodat ik hopelijk meer dan één keer diezelfde afdruk. Dat zit hier een frimmeltje. Meer dan één keer diezelfde afdruk kan maken. Dus ik hoop dat ik hem één keer zo kan doen. Dan mijn papier een kwartslag draaien. En hopelijk past hij dan nog een keer. Kijk, een magneetje hier en een magneetje daar. En omdat het monochroom moet zijn, ga ik gebruik maken van gele inkt. Dit is Daffodil Delight. Dat is zeg maar de middentint van de gele die we hebben. Want we hebben ook een donkerdere en een lichtere. Dus die wilde ik daar graag voor gaan gebruiken. Dus dat is alvast één. Mocht ik nou net niet, hij is wel goed, een goede afdruk krijgen. Dan kan ik dus eenvoudig nog een keer afdrukken. En dan ga ik kijken. Als ik mijn papier draai, ik denk het wel hoor, makkelijk. Hier kon ik hem dus nog een keer stempelen. Dan heb ik er gelijk twee gestempeld voor mijn layout. Vraag me af of ik nog een keer extra die bloem wil. Ik denk het wel. Daar is ook nog een stand van om alleen die ene bloem te doen. En dan heb ik gelijk een soort van embellishment, een versiersel. Dus even kijken hoe ik dat op een slimme manier kan doen. Ja, ik leg deze er gewoon overheen. Leg er nog iets tussen? Ja, ik denk het wel. Even kijken, dit stuk in ieder geval. En een schotpapiertje. En dat is eigenlijk meer om de afbeelding die ik al heb te beschermen dan wat anders.
Even kijken. Dit is de bloem die ik wil hebben. Dus dat is die. Ja, dan draai ik hem opnieuw om. Zo. Dan heb ik denk ik de afbeeldingen die ik allemaal nodig heb. Ik had het al gehad over de stansen die horen bij deze collectie. Of bij deze bundel. Dat zijn deze. Dus dan kan ik die grote cluster uitstansen. Of alleen deze bloem. Maar er hoort nog iets bij. Want er horen ook hele leuke stencils bij. Waarmee je hem eenvoudig kan inkleuren. En ik hou van eenvoud. En ik hou van simpel. En ik hou van snel. Dus ik begin met deze. Dus eventjes zoeken waar die zit. Dat is hier. En ik heb dus opnieuw voor elkaar gekregen om mijn stencil dusdanig goed moeten leggen dat mijn hoekje er niet in zit. Maakt niet uit. Ze zijn redelijk eenvoudig uit te lijnen. Dus ik ga verder met mijn Daffodil Delight inkt. Ik heb toch nog even mijn schutvelletje erbij. En dan kan ik hem een klein beetje eerst aftikken voordat ik hem aanbreng door mijn stencil. Even zorgen dat ik hem weer goed uitlijn. Zo. Dus ik heb mijn blending brushes, mijn blending borstels. En ik breng gewoon zachtjes wat inkt aan over de verschillende bloemetjes. En in deze set stencils zitten 5 verschillende stencils. Ze zijn allemaal genummerd, dus dat maakt het makkelijk om te bepalen welke laag onder is en welke boven. Hoewel je dat nog eenvoudig genoeg kan zien aan de grootte van de vakjes, van de gaatjes die erin zitten. Dus dat is de eerste laag. Nou, dat doe ik ook gelijk eventjes voor de andere en die 2 kleintjes. En dan heb ik dit. Dus dat is laag 1. Dus deze kan dan nou opzij. En dan gaan we met laag nummer 2 aan de slag. Dat is deze. Dus opnieuw even goed kijken hoe je hem moet uitlijnen met de afbeeldingen. En de streepjes. En de dingen die we hebben. Nou lijkt het alsof ik daar even moeite mee had. Maar dan ging een wekkertje af. En dan stopt mijn camera met draaien. Dus inkt. Even aftikken en dan gaan we er gewoon weer zachtjes overheen. Om die kleur die we al hadden aangebracht net wat dieper te maken. En zo net wat meer schaduw te krijgen in de afbeelding. En je krijgt hier echt zulke prachtig mooie bloemen mee. En met de blending brush kan je een heel mooi egaal effect krijgen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om juist met meerdere kleuren te werken, om een kleurverloop te maken. Ook heel mooi. Je kan zelfs kiezen om de verschillende bloemen af te plakken als je ze in verschillende kleuren zou willen maken. Wat nou dus heel erg niet de bedoeling is, want het is de bedoeling dat dit allemaal monochroom is. Dus alles in geel. Maar er zijn echt wel wat mogelijkheden mee. Kijk. Dit mag nog net wat donkerder van me. Kijk, dan ziet er nu al zoveel extra diepte uit door gewoon ten opzichte van dit om die dieptelaag erin te hebben zitten. Dus dit ga ik ook weer eventjes doen met de andere bloemen. En dan heb ik dit. En tot slot krijgen we de derde laag hierop. En dat is deze. Weer even zoeken. Het makkelijkste vind ik om die kleine bloemetjes in de gaten te houden. En daarna kan je het met de grote precies op zijn plek krijgen. Maar zie je, dus die hartjes van de bloemen, die, als je die goed hebt zitten, dan valt de rest op zijn plek. En dan zie je ineens ook dat die allemaal uitlijnt met de strepen van de stempel zelf.
Zo. Nou, geef nou toe. Dat is toch geweldig mooi. Dus dit haal ik ook nog bij die andere bloemen. En dan heb ik dit. Zo. En dat was stencil 3. Dan heb ik nog blaadjes. En een monochroom challenge. Dus, ik wil de blaadjes wel kleur geven. Zoals je ziet, ik heb dit al een keer getest. Want ik wilde wel zeker weten dat het kon. En ik heb hier namelijk een hele bijzondere kleur voor gekozen. Want hij valt technisch gezien, vind ik, als een geel tint. Maar hij neigt richting groenig. Ik heb het over Wild Wheat. En op zich, ik wilde namelijk weten of dat het ook een leuke kleurencombinatie was met Daffodil Delight. En dat vond ik. Ik vond het een leuke kleurencombinatie. Dus we gaan voor Wild Wheat als onze groen tint. Nou heeft deze laag, de blaadjeslaag zeg maar, die heeft maar 2 stencils. Dus we hebben een lichte variant. En we hebben een iets donkerdere variant. Dus we hoeven maar 2 keer te spelen. Maar het werkt op dezelfde manier als de gele laag. Dus ik zal even de eerste laag doen, zodat ik dit heb. Dus dat is de eerste laag. En dan heb ik daar dus ook een tweede laag van. En dat werkt dan weer op dezelfde manier. Even zoeken waar dat die zit. En als je hem al hebt, dan heb je hem ook, hè. En dan brengen we daar het tweede laagje van dezelfde kleur aan. Is die goed? En er zit net genoeg groen in Wild Wheat om hem anders te laten zijn dan de bloem. Terwijl het toch nog steeds monochroom lijkt, dus... Dit doe ik dan ook even bij die andere plaatjes. Dan heb ik dit. Dus nu is al het stencilwerk klaar. Dus dan kan ik ze gaan uitstansen. Dus ik heb van de Layering Beauty stansen die grote, waar ik dus die hele grote clusters mee kan uitsnijden. En dan deze waarmee ik deze kleintjes kan uitsnijden, de individuele. En dan kan ik mijn pagina gaan beginnen op te bouwen. Dus tot zo. Zo zijn ze uitgestanst. Ik heb deze 2 bloemetjes nog losgeknipt. Omdat ik getest heb hoe dat het eruit ziet. Als ik mijn foto hier zeg maar tussen de bloemenplant. tussen de bloemenplant. En dan werd mijn pagina anders net iets te breed. Dus die heb ik er afgeknipt. En die komen gewoon hier ergens ertussen. Denk ik. Maar... Ik moet wel zorgen dat ik ze ergens op kan plakken. Dus ik ga mijn basiskaart, mijn basisachtergrond, layout, dinges, ja, maken. Dus ik heb mijn insteekhoesje opgemeten. En ik moet een stuk hebben van 15,7 bij 20,7. Daarvoor wilde ik Daffodil Delight cardstock gaan gebruiken. Want ik denk dat dat mooi kleurt bij de bloemen en bij de foto. Ik vond... als ik daar Lemon Lolly voor gebruik, vind ik het net te zacht. Crushed Curry was net te hard, dus dit is gewoon het goudblokje van de kleur. dus hij moet worden 15,7 bij 20,7. Net een randje af. Dus dat wordt dan de basis. En deze gaat hier overheen vallen. Zodat we niks van onze Japanse dame verliezen. En dit komt dan mooi zo. Even zorgen dat ik mijn schets erbij pak. Dat ik weet wat ik ook alweer bedacht had. Kijk, deze kwam hier dan ergens.
deels over de foto, maar niet te veel. Deze kwam hier dan bij. En dan had ik deze twee kleintjes, die konden dan hier er nog bij. En dan wilde ik hier strookjes maken met daarop de tekst gele en band. En die wil ik gaan stempelen op wat basic white uit mijn restjes stukjes papier. En omdat het dus niet zo heel hoog mag zijn, wil ik daarvoor weer een retired set pakken, namelijk de Labeler Alphabet. Dus ik wil deze gaan gebruiken, zodat je dus het wit ziet. En wat zwart is, wil ik geel maken. En ik denk dat het leuk is om daar Daffodil Delight voor te gaan gebruiken. Ook al komt het ook tegen een Daffodil Delight achtergrond, omdat ik hem wil uitknippen met een klein wit randje eromheen, denk ik dat dat prima is. Even denken hoor. Ik wil wel ook een beetje diepte erin hebben. Ik zit me af te vragen of ik niet nog een extra... Ik wil haar namelijk niet te veel... Daar gaat mijn computer weer. Niet te veel bedekken. Nee, het moet gewoon zo. Het moet gewoon zo. Hij komt erachter. Zo. Ja, gele band. Dus die stempel ik even. En die knip ik uit. En dan heb ik dit. Oké. Dus dan zou het er zo ongeveer uitkomen te zien. Toen dacht ik, ik heb nog wat extra's nodig. Ik heb sowieso ruimte nodig om wat te kunnen schrijven. Dus dat wil ik dan hieronder doen. En als ik het hieronder doe, wil ik het balanceren door hierboven iets te doen. En ik zou boven dus bijvoorbeeld de datum kunnen doen. Dus ik heb met mijn cirkelstansen, die al uit het assortiment zijn, maar alfabet, cirkelstansen, vlekkenpatroontjes. Er zijn gewoon sommige dingen, die hou ik. Dus daarmee heb ik wat cirkels uitgestanst. Dus ik heb hier een lemon lolly cirkeltje. En ik denk dat ik hem gedeeltelijk op de pagina wil doen. Maar ik vind het er zo een beetje kaal uitzien. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik heb hier een crushed curry cirkeltje. En als ik die er nou een beetje achter doe, dan heb ik al iets wat meer voelt als een clustertje. En dan kan ik gewoon op die lemon lolly variant de datum zetten. En die andere die laat ik dan weg. En als ik dan die vormen hier op onderen haal, dan krijg ik een grote lemon lolly. En dan wilde ik daar juist een kleinere crushed curry bij doen. Dus ik heb ook gedeeltelijke cirkels. Want dat kan dan gewoon van restjes. Op zich vind ik dit er heel erg leuk uitzien. Dus hier kan ik gewoon een klein beetje schrijven van dat hij zo hard gewerkt had. En dat hij eigenlijk te vroeg, zeg maar, voor zijn leeftijd al zijn gele band heeft behaald. Wat natuurlijk super cool is. En toen dacht ik, hij heeft nog iets extra's nodig. Heb ik nog geel lint? Nou heb ik op dit moment van het actuele assortiment heel weinig aan lint en draad. Dus ik ben gaan kijken in mijn bak. En ook daar dacht ik, heb ik eigenlijk überhaupt ooit geel lint gehad? Maar dat heb ik. Ik kwam namelijk deze tegen. Dit was een lint uit de 2020-2022 in color collectie. En dat moet er dan zijn dat dit de kleur Bumblebee is. Wat natuurlijk gewoon perfect past binnen mijn hele, kleur op kleur monochrome ding. Ik vind het eigenlijk, ik leg hem nou per ongeluk hier overheen. Ik vind dit eigenlijk wel grappig, want ik had bedacht, ik wil hier een band strikken. Gewoon een knoopje erin. En hem dan wat korter af knippen. Om dat dan onder gele band te doen. Maar dat zou betekenen dat ik dit bloemetje naar een andere plek moet verhuizen. Dat is op zich geen probleem natuurlijk. Zie, dan heb ik dezelfde knoop als die daar heeft nog een keer hier. Maar ik vind het eigenlijk ook wel grappig om hier gewoon echt een band te maken. Dus ik denk dat ik gewoon allebei kan doen. Moet ik hier alleen wel die pluisjes even weg knippen. Of ik schroei ze even weg. Even langs een vlammetje houden. En dan kan je ze gewoon wegschroeien. Zo.
Sorry dat dit evenveel is aan deze kant als aan die kant. En ik weet het, het is een papierschaar en ik heb een kledingopleiding gevolgd waarbij we altijd geleerd hebben dat we onze stofschaar apart moeten houden van onze papierscharen, want papier maakt je schaar bot en dan kan je je stof niet meer knippen. Ik heb nog nooit een probleem gehad met onze stempelend papierschaar om daar lint mee te knippen. En het is de eerste schaar van Stampin' Up! Die ik ooit gehad heb. En dat is nog steeds de enige schaar van Stampin' Up! Die ik ooit gebruik. Dus hij is geweldig. En nog steeds even scherp als altijd. Dus ik denk dat ik dit inderdaad ga doen. Ik ga hier mijn journaling opschrijven. En ik ga eens nadenken en dingen vastplakken. Want hier kan ik niet mee blijven uitstellen. Om mijn journaling en mijn datum te schrijven, ga ik gebruik maken van de Stampin' Write marker in de kleur Crushed Curry. Je kan de Stampin' Write markers kopen in sets per kleurenfamilie. Dan zou deze horen bij de Regals. Of je kan ervoor kiezen om alle Stampin' Write markers die er zijn, dus gewoon alles, in één keer te kopen. Dat kan ook. En de enige die los verkocht wordt is de zwarte Stampin' Write marker. Dus anders dan ben je eigenlijk gebonden aan een set. Ze worden niet individueel per kleur verkocht. Ja, ik denk dat ik wat dingen ga opplakken. En aangezien ik daar waarschijnlijk een hoop loop te puzzelen van zal ik het hier of zal ik het daar. Laat ik dat even buiten beeld en ik laat je zien hoe het eruit ziet als ik het opgeplakt heb. Zo, alles is opgeplakt. De grote elementen heb ik gewoon opgeplakt met de multifunctionele vloeibare lijm. Dit is gewoon mijn favoriete lijm. Vloeibare lijm, zoals ik al zei. Wat betekent dat je een klein beetje wiebeltijd hebt. En, maar hij droogt heel erg snel. Ik had trouwens dit hoekje ook nog afgerond met mijn corner chomper. Want ik stoorde me eraan dat hij zo puntig was. Ik weet niet waarom, maar... Dus die moest eventjes een hoekje krijgen. De bloemetjes die een beetje diepte hebben. Zie, een aantal heb ik met wat diepte opgeplakt. Die heb ik opgeplakt met een combinatie van zowel de normale Stampin' Dimensionals voor echte grote stukken. En dan heb ik nog wat andere dingetjes zoals de woordjes en zo. Die heb ik opgeplakt met de mini Stampin' Dimensionals. Dus dit zijn foam blokjes die wat diepte geven. Altijd leuk om net wat interessantere dingen te kunnen maken. En dan mijn lint heb ik opgeplakt met de lijnpuntjes, met de glue dots. Want dat is gewoon de makkelijkste, kliedervrije manier om die dingen op te plakken. En ik heb gewoon gezorgd dat ik ook op verschillende plekken de puntjes geplakt heb. En ik heb het lintje dus ook aan de bovenkant herhaald. Niet alleen aan de onderkant, ik vond dat dat toen meer een balans was. De datum heb ik erbij geschreven en ik heb erbij geschreven Wouter mocht laten zien dat hij kon valbreken en verschillende werp- en controletechnieken beheerste. Daarna ontving hij zijn gele band. Dus geen hele uitgebreide spannende dingen allemaal, maar een beetje de feiten. En dan wil ik nog als laatste een beetje bling toevoegen. Nou heb ik geen actueel geel bling. Althans, ik heb wel iets, maar er zijn maar twee puntjes, dus dat was niet genoeg. Dus dan ben ik gaan zoeken in mijn bak met alle retired embellishments. Dus wat allemaal uit het assortiment is. En toen kwam ik all the trimmings embellishments tegen. Dus deze is niet meer in het assortiment. Maar ik vond die gele sterretjes leuk. Dus ik dacht, ik ga het gewoon toch doen. Ik pak mijn Take Your Pick tool. Ik vind die altijd makkelijk om kleine dingetjes die plakken en zo op te kunnen pakken. Zodat ik ze kan plaatsen. En ik denk dat net een paar gele sterretjes zo her en der net wat interessanter zijn dan gewoon alleen niks. Het zijn er maar vier, dus ik heb niet heel veel mogelijkheden ermee. Maar ik denk dat het net die ruimtes vult. En ik ben weer van een deel van mijn embellishments af, dus dat vind ik ook altijd fijn. Als ik het gewoon op kan maken. Ik hou hem zo. Ik ben er blij mee en ik hoop dat Wouter hem ook leuk vindt. Voor het behalen van de gele band is een volledig monochrome gele layout natuurlijk erg geschikt geweest. En ik kan je vertellen dat inmiddels Wouter ook zijn goedkeuring heeft gegeven aan deze layout. Dus we zijn allebei heel erg tevreden mee. Wil jij nou zelf ook lekker creatief aan de slag, maar heb je daar nog spulletjes bij nodig?
dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice ben. En ik help jou natuurlijk graag met je bestelling. Je kunt deze plaatsen door een mailtje te sturen naar leonie@prulleke.nl. Dan kan ik alles nog een keertje met je doornemen, controleren of je niks over het hoofd hebt gezien en je eventueel advies geven als je daar behoefte aan hebt. Maar als je zegt, nee, ik weet het allemaal zelf, dan kan je natuurlijk ook gewoon rechtstreeks naar de webshop gaan. Je vindt hieronder een link in de omschrijving en dan kan je op die manier je bestelling plaatsen. Denk er dan wel aan dat wanneer je onder de 200 euro blijft, je ook gebruik kan maken van de gastvrouwcode die hier ook onder in de omschrijving staat. En wanneer je voor minimaal 60 euro besteedt en je gebruikt die gastvrouwcode bij je online bestelling, dan ontvang je aan het begin van de nieuwe maand een kleinigheidje van mij als dank dat je mij had gekozen als jouw demonstratrice. Sowieso iedereen die bestelt, die krijgt van mij aan het einde van de maand of begin van de nieuwe maand dus die Global Tutorial Theme Team Bundle met in de maand augustus dus het thema monochroom. Ik hoop dat je het een leuk filmpje vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven als je het leuk vond. Laat een comment voor me achter. Vind ik altijd reuze leuk om te lezen. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je vooral op mijn kanaal. Elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was hem weer voor nu. Ik wens je vast een heel fijn weekend en graag tot dinsdag. Doei doei!